Een goedemorgen. Welkom terug op de Vinca. Het is vrijdag vandaag in de ochtend. We hebben helaas niet zo lekker weer, maar ja, het is niet anders. Ik ben vandaag lekker een dagje vrij, dus dan kunnen we weer lekker door op de Vinca. Mijn moeder is er uiteraard ook nog, die is daar in de hoek bezig. Die is tegels aan het uitzoeken. We hebben natuurlijk een hoop tegels gevonden, zowel in kleur als wit. En die zijn we nu allemaal aan het uitzoeken en aan het doen, want daar willen we mee gaan mozaïeken. In de tuin een stuk, zodat we een plateau hebben, waar we stoeltjes op kunnen zetten en ja, gewoon een lekker zitplekje. En de trap willen we er waarschijnlijk ook mee gaan doen. We moeten nog heel even kijken hoe het eruit komt te zien, maar dat is tot nu toe wel het idee. Marcel is druk bezig in de kast. Die is druk bezig uiteraard met de trap en met het stroomvoorziening en alles. Wat ik vandaag ga doen, zal ik even laten zien. Ik loop nu de slaapkamer binnen en zoals je ziet, ja, de muren zien er natuurlijk niet uit. Dus wat we gaan doen, we gaan weer met cement werken en de muren weer aansmeren. Alleen zoals je ziet is het helemaal onregelmatig. Dus we hebben al een stukje hier geprobeerd. En dat gaan we nu verder doen. Dat kwam gelukkig goed. Wat we gevraagd hebben, we hebben aan de buurman gevraagd van hoe krijgen we dit effect op de muur. En ze doen dat dus met een lijm, doen ze dat. Lijm is eigenlijk gewoon kalk met water. En dat smeren ze dan uit. En dan gaan ze met de stoffen doen ze dat na. En daarvoor krijg je dit ruwe effect. Nou, met beton kan het dus ook. We gooien beton er tegenaan. En daarna gaan we met de stoffen eroverheen en met spons een klein beetje nadoen. En dan krijgen we hetzelfde effect. Als het dan witte, dan zie je het verschil niet meer. Dus dat gaan we doen vandaag. Aanstaande aan zich. Zo. Is hij aangestaand? Ja, eigenlijk wel. Het zag er wel heel mooi uit. Ja, maar kan ook heel goed dansen. Thank you.
Nou, zo hadden wij dus koffiepauze, lunchpauze in de vinca. We zitten nu in de woonkamer. Met vuur. Welkom terug weer op de vinca. Jullie hebben me in het filmpje van gisteren, eigenlijk vandaag dan, hebben jullie me ook al gezien. Het is vandaag zaterdag. We hebben gelukkig lekker de weer. Het is nog niet heel erg warm, maar het zonnetje begint er wel een beetje doorheen te komen. Dus daar worden we heel blij van. We gaan vandaag verder met waar we gisteren gestopt zijn. Marcel is nog druk bezig in de kast met de trap. Hopelijk redt hij het vandaag om alles af te smeren. En ik ga nog even verder in de slaapkamer. De muren zijn nog niet helemaal klaar, dus ik ga nog wat gaten opvullen, zodat het allemaal klaar ligt en dat we het even te laten kunnen gaan sausen. Nou, het is misschien niet mijn mooiste werk, maar ik denk dat het zo goed is. Ik kan het allemaal mooi opdrogen. En dan kunnen we het aansmeren eroverheen. En door. Eindelijk lekker een beetje gaan schijnen, dus het is weer heerlijk om even naar buiten te gaan. En plus het cement zijn we ondertussen ook al een klein beetje zat. Waar ik nu sta, naast de vinca. Mijn moeder zit lekker te genieten van het zonnetje. En daar is de slaapkamer. Hier zo naast het huis willen we graag natuurlijk die buitenkeuken maken, zoals jullie gezien hebben op de tekeningen. Maar zoals je ziet, hier zo hoort de muur te staan. En die is helemaal ingestort, die is helemaal weg. Dus een gedeelte van het pad van naar de slaapkamer die is ook ingestort. Dus wat we gaan doen, we gaan de muur hier opnieuw metselen. Het zal wel een heel klusje worden, want we vinden de hele tijd stenen in het zand en alles. Maar we gaan er in ieder geval mee beginnen. Het zal vandaag niet klaarkomen, maar als we maar een beginnetje kunnen maken. Nou, eens even kijken wat Marcel aan het doen is. Ja, ik weet wel wat hij aan het doen is, maar hoe ver hij is. Ziet er goed uit.
Zo, we hebben het beginnetje gemaakt met de muur voor de buitenkeuken. Helaas kom ik geen muur tegen, dus dat betekent dat we hem zelf moeten gaan maken. Daarvoor moeten we het eerst natuurlijk uitvlakken en doen. Dus daar ben ik nu nog mee bezig. Gaat ook nog wel even duren, red ik vandaag absoluut niet. En daarmee, we gaan nog even lekker door, maar daarmee komen we ook aan het einde van deze video. Vind je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Vind het hartstikke leuk. Hoe meer abonnees, hoe leuker we het vinden. En dan zeggen we weer tot de volgende keer.